Nou, gewoon eens wat van de buitenkant van de cave. De rest van de dokter was zomaar wat. Dit vind ik ook een waanzinnig gave bak. Hier zat vroeger dat luik onder, wat ik heb laten verdwijnen. Ja, daar staat een scheepskist. Hierachter heb ik een soort rek gemaakt. En daar grote stukken hout en zo bewaar ik daar. Nou, die kast is natuurlijk ook waanzinnig gaaf. Ja, het is echt een leuke plek, absoluut. Nou, die buitenwerkbank, dat is natuurlijk ook fantastisch. Als je een grote plaat wil zagen en, of af wil tekenen, dat is, ja, het is knetterperfect natuurlijk. Hier ga je dan het hoekje om van de cave, zeg maar. Ik heb hier een looppaadje gehouden. Nou, daar hangen wat bloempotten hangen eraan. Dit is ook eigenlijk deze kant. Is ook eigenlijk de kant die het meest verkleurt. Hier staat natuurlijk het grootste gedeelte dag de zon op. En ja, ik heb het nou toch wel al een paar keer gedaan. En het is ook iets, ja, het hoeft niet, maar als je het, kijk, het rolt niet weg als je het niet doet. Maar als je het echt mooi wil houden, ja, dan moet je dat toch wel doen. Dus we gaan dat binnenkort op ons gemak weer eens doen. Nou, een beetje de tuin nog. Nou, hier gaan we de kever in natuurlijk. Nou ja, oké, dat was het.